Minister André Misikaba van Sosafo zegt dat de achterstand in de uitbetaling van de sociale bijstand aan inwoners van het binnenland op korte termijn ingelopen zal worden. Parlementariër Sylvana Afonsua bracht dit probleem gisteren bij de ingebruikname van de vuilverbrandingsoven te Pokigrong onder de aandacht van de bewindsman. In het Saramakaans maakte ze de minister duidelijk dat ouders het geld nodig hebben om de kosten die gepaard gaan met het komend schooljaar te kunnen betalen. Minister Sociale Zaken, u zit hier. Die pikimi wani, kudi wato de wato sese wani fu, ado waya, nou tuwe en daide so, fi chen kodau de so, luku de wunye kudi, nou chai wani fu kodau. Aki wata woko e umusuba isikola e demu ya wa musuba isikola yo umusupaka na sikol umusupaka inscribe geld umusupaka na inscribe geld want wat pakken inscribe materiaal kosten minister alstublieft bij 2 september chadi money ko da obede mu ya gwa foto go ba isikol mi line. Minister Misikaba gaf toe dat er een achterstand is in de betaling van de bijstand. Hij verzekerde dat al in deze maand een begin gemaakt zal worden met de uitbetalingen. Aan het eind van juli moeten de achterstanden zijn ingelopen. Wat AOV betreft, is mijn money. We hebben achterstand voor januari tot april. Dus dat we lopen in, dus het eerste kwartaal voor een jaar. Wat een betreft. Dus maar die abwa beperking dat we abwa achterstand voor een jaar, januari komt december 2018. Eigenlijk januari, februari op een pai. Maar door stagnatie, meki er maar geen pressie. Zou je een kari zwakke huishouden dat ook we abwa achterstand voor januari komt december 2018. Dan heb je een remoni, AKB. We achterstand de ook voor januari komt december 2018. En wat AKB betreft ook toe, we achterstand de zou moeten lopen in voor 2017 in bepaalde pressie. Maar ik kan geven aan verzekering dat in Amundis ET we start en in juli we pay alle de categorie money DC als verzekering dat aan geraast dat met geven. Dus. En door september, mevrouw Afonsua, dit moment vindt de money op tijd voor de desani. Tot zover André Misikaba, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. De bewindsman zegt dat zijn beleid erop gericht is om deze betalingen op tijd te voldoen.